mensen, want hier zijn Slavomir en Sita! Ja, ik kan het bijna niet zeggen, maar jullie leken wel een kermisattractie. Zo voelde ik me ook in die draaimolen, zeg maar. Het is toch een doodenge lift in één keer, joh. Dat is helemaal te spannend. Ja, het is leuk. En je bent verkouden, vliegen dan niet die bellen snot over de ijsbaan? Nou, zo voelt het wel. Gelukkig niet, ik kon het nog inhouden. Maar mijn hoofd zit inderdaad een beetje vol. En als je dan naar beneden geslingerd wordt, gaat alles wel voor in je hoofd zitten, ja. Nou, ik wil dat allemaal, die hele voorhoofdsontsteking, niet helemaal weten. Maar we gaan wel even kijken hoe dat ging en hoe het voor jou gevoel moet hebben. Okay. Ik vond het superleuk, echt. En in het roze. Ja. Hij kijkt ook goed naar je, helemaal, hè? Ja, hup. Kijk eens eventjes. Ja, het is heel gaaf om te doen, hoor. Je gaat dan toch in één keer heel dicht ook weer met dat... Moet je even kijken hoe die zuurstok je vastpakt in één keer. Dat is toch ongekend? Wat heerlijk, hè? Ja, het ging ook je heel goed. Je gaat toch laag met je hoofd in één keer naar het ijs. Ja, maar hij zorgt wel dat het goed gaat, hoor. What's the dangerous point in when you do the twist? I don't know. I don't even think about that. Oh. Misschien ja. Maar beter dan van niet, als het zo werkt. Hij vindt het helemaal niet eng. Altijd leuk als je dan wat vragen het gewoon niet eng vindt. Maar het is een leuk liedje om op te dansen. Ja. Dat scheelt ook. Scheelt het nou toch? Heb je daar wel eens met hem over dat je toch licht bent? Want hoeveel kilo weeg je als ik dat vraag, Max van Beleven? Ik weeg 50 ongeveer. Ik sta niet elke dag op de weegschaal. Wat leuk voor je dat je zo slank bent. Nee, ik hoef er niks voor te doen. Ik ben zo gebouwd. En voor de rest is het voor hem waarschijnlijk wel mooi meegenomen dat ik niet zoveel weeg. Slavomir, how is it for you? Because when you do the lift, it's easy. Because the weight is not so much. Is that easier for you? No, I think it's everything up to the partner. So I think she's pretty good with that. So it's much more easy for me. Oké, dat is een heel groot compliment. Zij doet heel makkelijk mee, u begreep het al. En zijn vrouwtje weegt namelijk 40 kilo, dus ja, dan is het altijd al... Zij is al gewend eigenlijk. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ik zie hier helemaal niets meer op mijn kaartje staan. We gaan met gierende banden naar de jury toe. Nou, eens een applaus voor Slavomir en Sita! Yo! Succes! Night. Slavomir. En ik geloof dat er ook nog iets voor Thomas bij zat. Oh, die neem je ook mee. Die neem je mee. Er staat ook heel schattig op. Thomas, ik hoop dat je wint met een D. Met een D. Dat doet hij. Dat weet ik zeker. Alsjeblieft. Fantastisch Brabant. Nee, grapje. Sita, ging lekker. Het ging heerlijk. Maar nou, die jury. Ik heb genoten. Ja, ik ben benieuwd. Als je er maar van genoten hebt, dat ja, telt. Absoluut. Maar de jury, hebben zij genoten? Peter, wat vond je daarvan? Ja, met gierende banden naar de jury. Dat was waarschijnlijk niet omdat je verkouden was. En je hoefde gelukkig geen pirouette te doen. Want dan met dat snot, als het om je heen schiet. Ik wil jullie dat besparen, maar dat kan allemaal gebeuren.
liften waren weer fantastisch, zeer spectaculair, veel tempo. Ik was aangenaam verrast door de pasjes die beter waren. Maar ik vind dat jij in een komisch nummer, je hebt een soort komisch talent. Dat heb ik al op die filmpjes gezien. Kun je dat even uitleggen? En jij komt in een komischer nummer of een vrolijker nummer beter tot je recht. En dat kon je hier ook heel duidelijk zien. Verder was het gewoon wervelend geschaatst. Dank je wel. Dank je wel, Peter. Goed commentaar. Wil, zie ik ook al een beetje glunderen. Daar hou ik altijd wel van. Wil. Wervelend geschaatst, maar niet altijd op de maat. De pasjes waren niet altijd op de maat, helaas. Wel leuk dat je zo danste en natuurlijk spetterde het verder. En die fantastische lift aan het eind was natuurlijk heel erg mooi. Dankjewel. Dankjewel, Wil. Puntjes van kritiek hoort erbij. Daar zijn ze jury voor. Maar hoe vertaalt zich dat in de punten, Jane? 8. Een 8. Peter? Een 9. Een 9, zegt hij standvast. Ook een 8. En Mark? Ja, ik heb een gewetensprobleem. In een keer je doet waanzinnig mooie lift en je verdient een 10. En in de andere kant, je hebt soms een soort marshmallow arms. En dan je verdient een 6. Dan ik doe het gemiddelde is een 8. Oké. Het gemiddelde. Een 8.3 voor Sita en Slavomir. Gaan we wel even kijken naar een voorlopig klein tussenstandje na de tweede kuur. Hetzelfde punt als Thomas. Dat wordt heel spannend. Oh, echt, hè? Ja. Oh, ja. Gelijke plek. En dit waren de jurycijfers. Dus het is nu, wat Sita en Slavomir betreft, echt helemaal aan u. Als u het niet eens bent met de jury en u denkt, Sita verdient een 10, dan kunt u gewoon voor haar bellen. Dan weten we ook dat zij dus die 10 van u gekregen heeft. Bel naar 09090312 of sms. Sita is niet zo'n moeilijke naam, gelukkig. Nee, naar 4600, dan komt het vast helemaal goed met haar. Heel erg bedankt. Slavomir en Sita!